If you can help me, I'd so much appreciate, because I feel I've got no help from anywhere else. The Lord be with you. Amen. Met Marieke Meijering, luchthavenpastoraat. Ja, helemaal goed. Ik kom naar je toe. Straks ga ik naar een gate op de G-pier waar een mevrouw aan zal komen uit Den Passar. Zij heeft haar man verloren en ik ga met twee andere familieleden naar de gate toe waar zij wordt opgevangen. Ik ben Marieke Meijering. Ik werk sinds 4 jaar als luchthavenpastoor op Schiphol. Ik heb in het verleden gewerkt in de kerk. Ik heb in een hospice gewerkt. En hier in deze baan komt eigenlijk alles samen. Goedemorgen. U bent denk ik de familie. U gaat straks mee naar de gate, hè? Ja, ik ga mee. Ja, gecondoleerd. Ja. Wij hebben meer dan 300 begeleidingen per jaar. Wanneer iemand op reis is overleden en als iemand aankomt op Schiphol, dan zijn wij er vaak bij de gate. Goed, ik ga u meenemen naar boven. We hebben een rustige ruimte. Ja. En we zorgen dat ze op een rustige plek bij elkaar komen en ontzorgen in alle kanten van de weg die mensen op Schiphol met elkaar afleggen. Ik ben Mark Hafkenscheid. Ik werk sinds 3 jaar op Schiphol als airport chaplain. Schiphol is de toegangspoort tot het continent. En dat is een van de redenen ook waarom ik heel graag rondloop op de luchthaven. Voor mij is het niet, dit is geen beleidsmatig iets. Dit is veel meer, dit is echt het zijn. Het er zijn voor iedereen. A special room for people to pray. Upstairs. Door de terminal te lopen. Het is de enige manier voor mij ook om te herkennen of er mensen zijn die hulp nodig hebben, of er mensen verloren rondlopen, of mensen verdrietig zijn. Are you okay? No. Can I help you? I've had my flight. I've not been allowed on the plane. I'm sorry. How come? Because they've told me my ESTA's not valid. Mm-hmm. They said it's expired. And where are you flying to? My destination is Dominican, but via Atlanta. Are you going on holiday or business? My husband's out there looking after his mother at the minute because his father's passed, and I've been looking after my mother. She's 91. His mother's 85, I think she is. Mm-hmm. And so I'm just going out to visit. Yeah, you've missed your flight, that's for sure. Shall we have a conversation with the transfer desk at the KLM and see what that's we can absolutely do? Fine. And if you can help me, I'd so much appreciate it because I've got no... I feel I've got no help from anywhere else. Maandag overleden, ja. Ja, wat is dat? We zitten nu zaterdag. Het is nog ineens een week. Ja. Ik denk dat ze nog geen moment tijd heeft gehad om te rouwen. Moet je ook even afwachten hoe ze... Hoe het gaat met haar en hoe ze erin staat en wat ze nodig heeft. Dat er ook zaken zijn die ze uit handen kan geven, omdat omdat jullie dat doen. Ja, enorm belangrijk ook. Ja. Dan denk ik dat wij die kant op gaan. Gaan we de jassen pakken. Ik leef me in de familie. Dat betekent dat ik enorm alert ben op vragen die er zijn, behoeftes. En dat kan ik omdat ik heel erg in het nu blijf en continu kijk, luister wat er nodig is. Het is gewoon niet te bevatten. Maar goed. Ja, het is zo machteloos, hè? Ja, en dat helemaal. Your attention, please. At 10:50, a holy church mass will be celebrated in the meditation center at the second floor in lounge 2. Ik ben Gerard Timmermans, ik werk hier 12 jaar als luchthavenpastor en ik vind dat bijzonder om dat te kunnen doen, want het is altijd werken met nieuwe mensen. Die vreemdeling die op reis is, die één ding gemeen heeft, namelijk dat ze van A via ons naar B gaan. The Lord be with you. Practically everybody of you here is flying and when you fly, there might be some turbulence. So if there is a turbulence, then most probably you will experience that and you will talk about it maybe even more often than you fly yourself. The meditation center is
uniek om twee redenen. Eén, het is één ruimte voor iedereen, alle geloven. En het is feitelijk gefocust op passagiers. Als ik de viering begin en er zijn andere mensen in de ruimte die dus niet nadrukkelijk aan de viering deelnemen, er kunnen Joden bij zitten, er kunnen moslims bij zitten, maar wel luisteren van hier komt een bijzonder woord, daar wil ik naar luisteren. Dat is altijd een heel mooi moment als ik dat mee mag maken. Blessed are you, Lord, God of all creation, through your goodness we have this bread to offer. Amen. Let's first have a conversation with KLM and then you can call your husband. Sorry, ik ben van luchthavenpastoraat. Mevrouw liep verloren. En dan komen wij erbij. What I would suggest at the moment is that we apply again for an ESTA and see if that works out. Do you mean for the return journey? Because it can take up to 72 hours. No. The experience learns that we usually have it okay in 3 hours. I'm going to find a hotel for you now. Thank you. I feel exhausted. Absolutely exhausted. Let's go for a hotel. Als ik kijk naar de mevrouw toen ik haar zag zitten, de emotie, als dat verder en verder gaat, dan wordt het een crisis. Dat is onze meest belangrijke meerwaarde. We helpen een persoon die in een crisissituatie dreigt te verkeren. We voorkomen de crisis en we helpen die persoon naar zijn eindbestemming. I'm going to pick you up tomorrow at 9 o'clock. Okay. If you're ready then, I'll be ready. Then we go to the gate and then we'll take it from there. Thank you for everything. Well, so my pleasure. Appreciate okay. it. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Je wordt opgevangen, hè? Je wordt opgevangen hier. Het is heel confronterend wat mensen te horen krijgen. Het is bijna niet te geloven dat het belangrijk is dat er ook rust is, aandacht. Ook dat moment zijn we erbij. We helpen mensen om een zacht te landen. Dat dingen ook geleidelijk aan kunnen dagen. Hi, good morning. How are you? I'm fine, thank you. I'm just still a bit stressed. Don't just need to know that everything's good. I've arranged your ESTA form. Okay. So that's been arranged. So your flight has been booked. Right, okay. Everything is in order now. So I think it's time now to go to the gate. Yes. Atlanta 10:35, gate D3. Yeah. Let's go to the gate. Okay. Thank you. Wow, we're at the gate. Yeah, they're boarding now. Have a good flight. Thank you. Okay. Thank you. My pleasure. And I will get in touch. Sure. Okay. And I'll let you know I've arrived. Fine. Okay. Have a good flight. Right. Okay. Bye bye. Bye. Mijn hart gaat open als iemand. En dan moet je dat weer loslaten. En dat doet me wel wat. Dat doet me echt wat. En ze zei ook van, weet je, ik laat het je weten als ik gearriveerd ben. En dat is ook voor haar ook een manier om te laten weten dat ze goed gearriveerd is. Maar ook een soort dankbaarheid tonen en ook om het los te laten. Dus het is niet zo dat ik nu wegloop en in één keer weg is. Nee, in de loop van de dag en van de dagen laat dat los. En als je ook haar verhaal hoort en ook de teleurstelling die ze gisteren had. En dan is het wel heel fijn, hè, dat je dat weer kunt regelen. Dat ze nu op de vlucht gaat. En ja, je hebt iemand een steuntje in de rug gegeven. En dat is heel mooi. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, echt. Echt heel fijn. Ja. Je kan hem bij mij laten, de koffer. En dan geef ik hem straks door. Ja, dat is helemaal goed. Ontzettend bedankt voor jullie hulp. Ja. Er is één koffer. Dat is de koffer van meneer die overleden is. Het is altijd een moment dat het ontlaat. Misschien ook wel voor onszelf, maar ook voor de familie. Want je ziet dat het zich opbouwt. Jullie bedanken voor de hele goede zorgen. Ja. Heel veel sterkte. Maar je hebt natuurlijk even heel intensief en kort moment met elkaar beleefd. En daarin heb ik geprobeerd om alles te geven. Om het voor hen zoveel mogelijk doenbaar te maken. Okay. Onze gedachten zijn bij jullie. Ja. Tot ziens.